lammeren opeten, kippen uit de ren en weidevogelgebied ruïneren, zeg maar. Naar aanleiding is dat we hier staan, is zeg maar bij Kees Thijssen, mijn buurman, 23 kippen uit de kiphok zijn eigenlijk vermoord door de vos. We staan nu op een dijk. Nou, hier zijn 6 lammeren opgegeten door de vos. Het probleem neemt toe, het wordt niet minder. Dus we kijken eigenlijk, we worden angstig voor onze dieren, of ze nou in de ren lopen of vrij buiten op dijk. In weidegevolgebied proberen we dat. De omstandigheden zo goed mogelijk te beheren. Maar op het moment dat daar een vos loopt, doe je het eigenlijk allemaal voor niks. En dat vinden we dus erg zonde. Jagers proberen al jaren de vossenstand terug te dringen. Maar dat gaat langzaam door strenge regels en tegenstrijdige belangen van natuurorganisaties. Want het is echt niet dat we de laatste vos weg willen hebben. Want hij hoort ook in de cirkel thuis. Dus samen. Zijn er nu te veel? Er zijn er nu gewoon te veel, ja. Als je een kraamkamer hebt van zeg maar het Robbenoordbos of de gronden die van Staatsbosbeheer zijn, die op Wieringen gelegen zijn. Ja, dan heb je toch een probleem als ze daar enige tijd bivakeren of groot komen. En zie er dan maar eens al eraan te komen. De mensen zitten soms om 8 uur s'avonds een broodje te eten aan de keukentafel en zien verderop in de kippen. En een paar meter van het huis af zien ze er gewoon de vos. Dat wordt ook erg brutaal. Eigenlijk wil je er nog een paar gewoon pakken voor. Om voorkomen dat volgend seizoen de populatie weer uitbreidt. En de vos heeft één slechte eigenschap, is dat hij niet één kip pakt, maar dat hij gelijk het hele hok uitmoordt. En dat is waarom het zo kwalijk dier is.